Bij Bruinzeelkeukens geloven we niet in mooie praatjes, we maken het gewoon mooier. Dat geldt ook voor onze producten, voor onze servers, maar ook voor onze samenwerking onderling. Er is namelijk altijd ruimte om elkaar te helpen, zodat we zaken beter kunnen maken. Hoe zorg je ervoor dat wat vandaag goed is, morgen nog beter wordt? Een uitdaging die verkoopadviseurs Jort en Thomas elke dag samen weer aangaan. Het intekenen van een keuken kan wel eens lastig zijn. Elke ruimte is anders en de wensen van de klanten verschillen ook per gesprek. Tijd voor overleg. Als ik ergens mee kan helpen, zo nog even samen kijken. Ja, graag inderdaad. Dan teken ik me eerst even uit. En als je daarna nog even samen kan kijken of jij nog dingen ziet of dat ik nog dingen over het oog gezien heb. Ruimtelijk inzicht is key bij het uittekenen van een keuken. De kleinste details hebben de grootste impact. En het is aan onze verkoopadviseurs om alles goed te laten passen. Daarom maken wij graag gebruik van elkaars expertise. Vertel Thomas, waar zijn jullie dit keer op uitgekomen? Nou, je ziet het al meteen. Dat is een uitdaging geweest, ja precies. Dus gewerkt met heel veel onderbouw, hier de vriezer, de koelkast. En om het een beetje speels te houden hier nog de bovenkasten. Zodat de ruimte die ik in de apparatenverlies daar nog terug in kan vinden. Ik heb de ruimte wel zo duidelijk, of het meest logisch heb ingericht inderdaad. Ja. Nou, dan ga ik hem denk ik zo voorleggen met klant. Ik ben benieuwd. Nou, ik ook. Maak het beter. Dat is de karaktereigenschap van een Bruinzeeler. Sta ook eens stil bij de vraag hoe jij dingen beter kunt maken.